Mijn naam is Anouk, ik ben 23 jaar. Mijn functie is plaatsvervangend ploegcommandant binnen het AMRAAM peloton. Plaatsvervangend ploegcommandant binnen ons peloton houdt in dat je jouw ploegcommandant kan vervangen daar waar nodig. Je hebt ook veel te zeggen over het onderhoud, vooral tijdens opstelling, als je shifts gaat draaien. We werken altijd met een groep van 4, 2 kanoniers, 2 corporaals. Op een gemiddelde dag beginnen wij altijd om 8 uur. Dan hebben we appel, dan worden de bijzonderheden doorgegeven wat we die dag gaan doen. En dan gaan we eigenlijk gewoon aan de slag. Ligt eraan of we bijvoorbeeld aan het voorbereiden zijn voor een oefening, voertuigen beladen. Of dat we net terug zijn van oefening, dat we voertuigen weer gaan debeladen, onderhoud. En tussendoor hebben we ook nog sportmomenten, dus ongeveer 3 keer in de week. Wij van het AMRAAM peloton zijn verantwoordelijk voor de luchtverdediging op de middellange afstand, dus ongeveer 12 tot 20 kilometer. Wij verdedigen bijvoorbeeld objecten, gebieden of andere eenheden tegen vliegtuigen, helikopters en cruise missiles. Eens in de zoveel weken gaan we ook wel eens op oefening. Bijvoorbeeld naar Duitsland zijn we al vaker geweest. Daar zijn we ook vaak ondersteunend voor bijvoorbeeld de eenheden op de grond. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook Kreta. Dat is ook altijd een leuke oefening. Daar gaan wij schieten met live missiles. Nou, als zo'n missile de lucht in gaat, dat is echt gewoon een heel gaaf moment. Ik zat daar met mijn groep. We waren allemaal zo wel een beetje gespannen. Tot nu toe ben ik nog niet op uitzending geweest. We zijn wel onderdeel van de NRF, de NATO Response Force. Dat houdt in dat wij wel binnen 2 tot 7 dagen ergens zouden kunnen staan, overal op de wereld, daar waar nodig. Ja, mocht dit gebeuren, zijn we ook zo weg. Maar voorlopig denk ik dat het nog wel rustig is. Ik vind deze functie zo leuk omdat het systeem is super intelligent. Er zit super veel techniek achter wat best interessant is. De groep, de mensen waar je mee werkt, super gezellig. De sfeer is goed. En ja, het is toch gewoon een machtig mooi beest.